Goedenavond, zaterdag 18 juni. Welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het nieuws van vandaag. Een meisje in Schavenpolder is vanmorgen uit een boom gevallen en daarbij ernstig gewond geraakt. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde eind van de ochtend in een parkje aan de Ganzerikstraat. Een traumahelikopter heeft het meisje naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Meer dan 150 motorrijders rijden vandaag mee met de jaarlijkse motorrit voor de Molukken vanuit de Stromenwijk hier in Middelburg. Voor de 15e keer wordt er tijdens het evenement geld opgehaald voor kansarme kinderen op de Molukken. Maar deze editie heeft een bijzondere lading na het overlijden van de organisator Wilfred Vreeken begin dit jaar. Hier hebben we allemaal naar uitgekeken. Vele voorbereidingen. Wilfred. Een hele zware dag eigenlijk. Ja, Wilfred is er niet bij, hè? Dus ja, dat is nu 3 maanden geleden dat hij is overleden. Dus ja, ik heb het heel zwaar. Met 2 minuten stilte werd de organisator gezamenlijk herdacht. Maar daarna moest het feest vooral doorgaan. Ik wilde dit wel doen, laat dat wel heel duidelijk zijn. Niet alleen maar voor het wijkfeest en alles wat eromheen met de motorrit, maar zeker ook voor de kinderen op de Molukken. Want wij hebben daar die projecten lopende en zij verwachten gewoon onze hulp. Met de deelname aan de motorrit haalt de organisatie geld op, maar ook door de verkoop van eten en drinken en een sponsorloop. Het geld gaat dit jaar naar een school op Ambon. Dat is een peuterspeelzaal die dus van de grond af opgebouwd moet worden. En daarna hebben we dus ook nog geld nodig om de meubilair te kopen en de lesmateriaal. Dat lijkt wel te gaan lukken, want er hebben nog nooit zoveel deelnemers meegedaan aan de motorrit. Een mooi gebaar voor de organisator. Dan is het ook wel dubbel aan de ene kant, want hij is er niet bij. Maar aan de andere kant vind ik het wel fijn dat iedereen hem een eer wil bewijzen, hè? Door hier aanwezig te zijn. In totaal hoopt de organisatie zo'n €10.000 op te halen. De Westerschelde-tunnel beleefde gisteren haar drukste dag ooit. Bijna 31.000 voertuigen reden door de tunnel. Dat zijn er 500 meer dan het oude record uit 2019. De drukte werd veroorzaakt doordat de Liefkenshoek-tunnel bij Antwerpen deels dicht was. Op het Tolplein moesten er daardoor extra medewerkers worden ingezet. Er zijn prefab gemaakt in de dienstenhaven. Die worden hier aangevoerd en hier geplaatst. Ja, dat werkt gewoon heel snel, zeg maar. Het was open dag bij de nieuwe sluis in Terneuzen. Het werk aan het bijna 1 miljard kostende bouwproject ging gewoon door. Bezoekers kwamen uit Zeeland, maar ook uit andere delen van Nederland en uit België. Hartstikke leuk, heel interessant om het te zien in aanbouw. Groot. Groot, indrukwekkend? Ja. Waar kom je vandaan? Uit Berg op Zoom. Speciaal hier voor de open dag naartoe gekomen? Ja. Wij bouwen mee aan de sluis zelf, dus vandaar. U bent hier anders te vinden? Ja. En wat doet u hier? Hij zit met de brandblusleidingen bezig die in en rondom de sluis liggen. Dus. Hoe is het om aan zo'n groot project te werken? Groot. Ja, mega groot. Ja, je bent maar zo'n klein onderdeel uit het geheel. En het is allemaal indrukwekkend allemaal. De open dag was in het kader van de Dag van de Bouw. Zo'n 1500 mensen bezochten de nieuwe sluis. En er was vanwege de hitte ijs en extra water voor hen. Mensen die door de Westerschelde-tunnel rijden hadden ze al een tijdje zien hangen. Groene netten over de Westerschelde-tunnelweg. Die netten hangen daar niet voor de sier. Die groene netten die je achter mij ziet, die dienen ter bescherming van het wegdek en de weggebruikers. Maar ook het verkeersportaal wat eronder gesitueerd is. Zodat wij straks zonder hinder voor het verkeer en omgeving daar onze geleiders kunnen monteren. Tussen de hoogspanningsmasten voor de Zuidwest 380 kV-verbinding die wij hier aan bouwen zijn. Ook bij polderwegen die overgestoken moeten worden met hoogspanningskabels komt een beschermingsconstructie te staan, maar wel kleiner en zonder net. Er hangt dan geen net in, want die overspanning daarvoor is veel smaller. En omdat de draad dusdanig dik is, zal die nooit zo ver doorhangen als dat hij dat bij een dergelijke overspanning hier over de Westerschelde-tunnelweg zal doen. Over 3 weken moeten de kabels hangen in de nieuwe hoogspanningsmasten tussen Borselen en Rilland. Daarna zullen de netten boven de weg weer verdwijnen. Als de rook van het vuurwerk van het veld is getrokken, kan er gevoetbald worden. Ierseke neemt de top in de finale van de nacompetitie tegen de Zwerver. De inzet is een plek in de eerste klasse. Er wordt gespeeld op neutraal terrein en de ploeg in het wit, dat is de Zwerver. Die is hier in de aanval. Voorzet en al na 6 minuten is het daar 1-0. Het is Glenn Weitz, de topscorer van de Zwerver, die Ierseke op een vroege achterstand brengt.
Het is warm, dus een drinkpauze. En Alexander van Keulen ziet zijn ploeg in de eerste helft weinig creëren. Na rust wordt het anders, want hier een mislukt hakje, maar in tweede instantie alsnog raak. Sander van der Poel, 5 minuten na de rust met de 1-1. Ierseke weer op gelijke hoogte. Goed voetballen, dat blijft Ierseke in de tweede helft ook doen, want het heeft amper wat te duchten nog van de zwerver en creëert zelf goede kansen. Zoals hier via Rick Kramer, de mee opgekomen linkervleugelverdediger. Prima poging, maar de keeper van de zwerver, Bas Bijkerk, is in die tweede helft vaker staan in de weg. En dat is niet voor niks, want hier 90ste minuut en raak gekopt helemaal uit het niets komt de zwerver op 1-2. Diep, diep in blessuretijd, de deksel op de neus voor Ierseke. Doelpunt te maken Guido Luiten en hij zal de matchwinner worden, want te weinig tijd voor Ierseke om nog iets terug te doen. En dus promoveert de zwerver naar de eerste klasse. Getreurde gezichten bij Ierseke dat volgend seizoen in de tweede klasse blijft. Warm zomerweer geeft vaak mooie avond- en ochtendlucht, al is niet altijd onbewolkt en even helder. Het zag eerst een beetje melkachtig, maar vanmiddag werd het wat blauwer en er waren grote verschillen in temperatuur door de noordenwind. Dit is het strand van Vlissingen, daar was de wind aflandig, maar bij aanlandige wind was het aan zee maar zo'n 20 tot 24 graden. Landinwaarts werd het nog 25 tot 30 graden. Vannacht is er overal een noordenwind met windkracht 3 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Het raakt bewolkt met mogelijk een enkele bui en minima van 15 naar 16 graden. Morgen blijft die bewolking en ook blijft er matige tot vrij krachtige noord- tot noordoostenwind. De maxima zijn morgen maar 17 à 18 graden aan zee en 20 of 21 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Af en toe valt er morgen wat regen met ook kans op een enkele onweersbui. Volgende week komt de zon weer terug met dinsdag kans op een enkele bui en dan temperaturen boven de 20 graden. Maar maandag is het fris met 17 à 18 graden. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zaterdag. Meer actueel nieuws kan u vinden op onze site. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.